De pornoster en programmamaker hebben nu 2 dagen meegelopen in elkaars leven. Op de valreep heeft Verona nog een prangende vraag over Danny's werk als documentairemaker. Ja, dan wil ik weten, waar krijg je er dan ook geld voor? Is het iets wat je verkoopt? Ik word betaald om programma's te maken. Maar ik word niet extra betaald omdat ik naar Irak ga, bijvoorbeeld, of naar Syrië of naar Gaza of zo. Ik weet niet, dat doet wat met me, want dan heb ik zoiets... Jij krijgt geld door het lijk van iemand anders, letterlijk. Wat? En zo zie ik dat. Dat gaat heel ver. Echt. Dat gaat heel ver, maar dat... Ik bedoel... Weet je, ik wilde echt heel aardig dingen over je zeggen, maar je ziet echt achter alles gewoon iets negatiefs, weet je wel. Echt nee, achter ik alles. Zou dat belangeloos doen. Jij klaagt over die mensen. Je klaagt over het mensen... Een deel jou, van de luister, mensen. Je klaagt over, je klaagt over een deel van de mensen die daar zitten foto's weer te maken. Je vindt het verschrikkelijk in de turnwereld. Kan je wat terugdoen voor die mensen? En wat doe jij? Zeg, nee, ik krijg te weinig betaald. Ik ga lekker strippen voor de camera waar ik wel geld voor krijg. Kijk hoe hypocriet je bent. Ik denk, als je zo reageert, zo van, nee joh, dat doe ik helemaal niet. Ik denk juist dat het hem wel pakt en wel bedoelt van, wacht even, iemand heeft misschien door. En wat vond je leuk aan de persoon Danny? Leuk aan de persoon Danny? Ja. Ja. Nee, zo moeilijk kan het niet zijn, toch? Eén leuk ding van Verona? Ik denk dat het handig is als jij echt hulp gaat zoeken, want je hebt echt heel veel shit uit je verleden dat je nog steeds dwars zit. En ik hoop dat je je ogen wel open doet, want de wereld bestaat echt veel meer uit dan de bubbel waarin je leeft.